als muzikant. En toen heb ik in een dwaze bui een oud marineschip gekocht uit 1901. Toen ben ik als hobby dat schip gaan opknappen. En toen ben ik op een gegeven moment gevraagd door iemand die in die haven kwam of ik zijn schip wilde intimmeren. En hij zei, als jij nou dat netjes doet, dan heeft mijn broer er ook nog eentje. Dus ik had eigenlijk in één keer met mij een jaar werk aangeboden. Ja, toen ben ik dus vanuit de praktijk dus dit bedrijf begonnen. En word je dus scheepstimmerman. 2006 werd mij toen aangeboden door de bank. Wilt u misschien uw bedrijfskrediet verhogen? Dat werd me aangeboden omdat mijn betalingsverkeer voldoende was om dat te krijgen. Dus ik heb mijn krediet laten verhogen in 2006 dus tot 25.000 euro. Nou, dat kwam dus eigenlijk wel goed uit af en toe. Want ik kon inderdaad, op het moment dat ik een grote klus had, niet denken, die moet ik terugverdienen. Maar ik denk, ik koop gewoon de machine. En daardoor kan ik mijn werk sneller doen. En dus tot ik ziek werd, of tot ik mijn rugwervel brak, heb ik dat aardig in balans kunnen houden. Ik brak mijn rugwervel en toen dacht ik dus, ja, ik mag een half jaar niet meer werken. Ik betaal gewoon mijn huur en mijn vaste lasten van dat krediet. En ik kom daar wel uit. Sommige ondernemers moeten wel een drempel over. Hè? Dat zien we ook wel. Dat is het lastige van hoe bereik je de ondernemers. Als je een ondernemer vraagt hoe gaat het, dan zegt hij altijd dat het goed gaat. Dus dat is voor ons een uitdaging. Waar vinden we de ondernemers? En dan in een zodanig stadium dat er nog redding mogelijk is. En dat ze niet helemaal al in dat moeras gezonken zijn. Dat is voor ons wel moeilijk. We zijn als gemeente niet een natuurlijke partner voor een ondernemer om bij aan te kloppen om hulp. Want de hand ophouden is niet des ondernemers. U mag niet meer tillen. U mag zeker 4 maanden, wat achteraf 6 maanden is geworden, niet meer werken. Het enige wat u mag doen is licht administratief werk. Achteraf beschrijf ik het als eerst een lichamelijke klap, toen een financiële klap en achteraf ook een emotionele klap. Van dat licht administratief werk, dat was dus voorzichtig bukken om de rekeningen allemaal op te pakken en op een stapeltje te leggen. En dat werd zo'n stapel. En er ging geen factuur de deur uit. Er kwam geen cent, echt geen stuiver binnen. Ik had 2 tassen met ordners. Daarmee ben ik dus uiteindelijk bij de gemeente Rotterdam, bureau voor zelfstandig, terechtgekomen. We hebben in het verleden gemerkt dat ondernemers soms niet in staat waren om voldoende documenten te overleggen. Met name jaarcijfers die noodzakelijk zijn om een aanvraag voor het BBZ in behandeling te nemen. Dus dan konden we niet veel anders dan de aanvraag buiten behandeling stellen. Waardoor je dus eigenlijk de ondernemers die het hardst nodig hadden in de kou laat staan. En waarom konden die ondernemers hun stukken niet leveren? Omdat ze bijvoorbeeld al een jaar of 2 jaar niet in staat waren om hun boekhouder te betalen. Nou, dan zit je in een negatieve spiraal waar niet meer uit te komen is. Wat hebben wij daarop bedacht? Het is een samenwerkingsproject met de Rotterdamse Zaak. Die kunnen een ondernemer helpen om met de stukken die hij wel heeft toch een soort van jaarrekening of een jaaroverzicht op te stellen. Wat voor ons voldoende is om een aanvraag BBZ in behandeling te nemen. Ik kan de boekhouder ook niet meer betalen. Ja, want ik heb best wel een paar vragen, maar die ga ik dan gewoon in de mail erbij zetten. We gaan u in elk geval helpen met het op orde brengen van de documenten. Dus de keren dat u heeft geparkeerd, gewoon voor zakelijke doeleinden hebben we meegenomen. Dat ziet er allemaal keurig uit, ik ben er wel blij mee. U gaat eerst aan de slag met de jongens en meiden van de hogeschool, van de Rotterdamse Zaak. De Rotterdamse Zaak is een leerwerkbedrijf waarbij we ondernemers helpen met een minimuminkomen uit de onderneming. En dat doen we met studenten van de Hogeschool Rotterdam, studenten van Alberda en Zadkine. Met elkaar ondersteunen wij die ondernemers bij het opstellen van documenten die ze nodig hebben voor het indienen van een aanvraag bij de gemeente voor een BBZ, kredietuitkering. Het is niet zo dat die ondernemer zijn boekhouding kan brengen en wij boeken het in en we leveren een jaarrekening op. Wij leren die ondernemer in te boeken, wij geven hem weer een deel mee naar huis. De oud-ondernemers, we hebben er ongeveer in Rotterdam een stuk of 30, 35. En zij coachen onze studenten. Die komen van school, of ja, die komen met nieuwe dingen, nieuwe methodes, nieuwe inzichten. Dus ja, jong en oud is goud, dat is onze slogan ook. We zien natuurlijk tegenwoordig heel veel ZZP'ers. Denk aan 5, 6 jaar geleden waren dat de 600.000 of zo in Nederland. Nu zitten we op de 1,2 miljoen, dat is heel duidelijk te merken. Het zijn eenpitters, one-man bands.
die soms heel die goed zijn in een bepaald vak, maar niet altijd de vaardigheden bezitten om een onderneming te runnen. Dat soort vaardigheden proberen we ze bij te brengen ook in zo'n traject bij de Rotterdamse Zaak. Zodra die een traject begint, wordt die gekoppeld aan een coach van het ondernemersklankbord. Nou, mooi. Kunnen jullie morgen aan de slag, toch? Nou, misschien vandaag al. Vandaag al, hoop ik. Oké. Ja. De Rotterdamse Zaak is echt de afdeling die adviseert in hoe kan je het beste zo efficiënt mogelijk je bedrijf runnen. Dat is wat ik heb overgehouden van de Rotterdamse Zaak. Hoe maak je een goede offerte? Hoe stel je op naar een klant? Hoe deel je de tijd in enzovoort? We kwamen er ook achter dat veel ondernemers die schulden hebben, die kunnen ook geen gebruik maken van het BBZ. Wat kunnen we dan wel? Er zijn wel gespecialiseerde bureaus in schulddienstverleningen aan ondernemers. Maar die vragen een prijs die ondernemers dan weer niet kunnen betalen. Nou, wij hebben via een aanbesteding nu contract met een aantal partijen. En we hebben geregeld dat wij betalen de fee voor de ondernemer aan de voorkant. Als het moet eindigen in een bedrijfsbeëindiging, dan zijn wij onze fee kwijt. Maar dan hebben we wel het positieve effect dat de schulden geregeld worden voordat de ondernemer in de bijstand komt, zodat hij op termijn wel weer schuldenvrij kan zijn en dan misschien toch weer een eigen inkomen kan genereren. Uit de schuld gekomen ben ik uiteindelijk via de BBZ, in combinatie dan met het bedrag voor de doorstart. En ik meen dat dat inderdaad iets van 8.500 euro was. Waar natuurlijk ook weer geld naar het bureau moest enzovoort. Maar goed, uiteindelijk, dat is dus echt een ongelooflijk moment, is het gelukt om de schuld af te kopen. Zonder het bedrijf te beëindigen. En ja, dat is natuurlijk het grootste moment geweest van de hele crisis. Er waren dus een aantal mensen bij waarvan ik dacht, ja, die verdiepen zich echt in mijn zaak. Hoe zit het verhaal technisch in elkaar? Waar zitten de financiële, economische, praktische problemen, logistiek? En hoe kan je zo efficiënt mogelijk zorgen dat je toch echt die productieve uren maakt? Want daar gaat het om. Je kan 60 uur werken, maar als je er maar 10 kan rekenen, dan schiet dat niet op natuurlijk. Er komt genoeg leed hier langs. Dat zien we ook vaak genoeg als iemand hier op eerste plek komt en zit in de wachtkamer, een beetje zenuwachtig, een beetje neergeslagen. Maar als ze nou een eerste plek hebben gehad, de meeste ondernemers geven ons een hand en dan zie je echt zo'n dankbare blik, terwijl we op dat moment nog niet veel hebben gedaan. Maar dat geeft dan een soort van opluchting, van nou, er heeft iemand geluisterd en er wordt nu wat mee gedaan. Het hele traject, alles bij elkaar, heeft me uiteindelijk geholpen tot die regeling met de BBZ om de schuld af te kopen. Dus mijn ervaring in Rotterdamse Zaak is natuurlijk wel heel goed. Ja, heel lang geleden dat ik een beetje gespeeld heb, hoor, jongens.